Schrijversgroep 77 heeft gisteren een bijzondere themaavond met als titel Ode aan de strijders van het Sranangtongo georganiseerd. Deze themaavond was in het teken van de Sranangtongo Wiki. De activiteit gehouden in Torioso bracht sprekers, schrijvers en publiek samen om de culturele en historische betekenis van het Sranangtongo te belichten. De avond stond in het teken van waardering voor degenen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en promotie van deze belangrijke taal. Met voordrachten van gerenommeerde schrijvers zoals Carlo Jatnanan Singh, Charles Chang en Hilde Neus werd het werk en de inzet van voorvechters van het Sranangtongo in de schijnwerpers gezet. Neus zegt dat er tot 1926 geen eigen Surinaamse literatuur was. Mensen die terugschreven naar de kolonie, ja, writing back to the empire met kritiek, was Albert Helman in Zuid-Zuidwest. En daarvoor is er wel heel veel verschenen over Suriname, maar dat zijn veelal dus reisbeschrijvingen. Journalen van mensen die hier kwamen voor even, voor langer. Ja, dat varieert heel erg. Het waren soms passanten, maar ook soms blijvertjes. Tot aan hun dood, zoals ik. Ja. Dus ik ga ver terug, want er wordt gezegd dat Schumann de eerste dictionair heeft gemaakt. En dat klopt niet. Daarvoor heeft Herlijn bijvoorbeeld al woordenlijstjes samengesteld van het Sranang. Het programma bood niet alleen een podium voor verhalen en poëzie, maar ook een mini-expositie met werken die deze taal en cultuur verbeelden. In samenwerking met Stichting Scrivi en als onderdeel van het Sranangtongo Wiki initiatief benadrukte de avond de waarde van het Sranangtongo als taal van verbinding en erfgoed.